Welkom bij een nieuwe Simon Says. Ik sta hier naast iemand. Het is een bijzondere Simon Says. Wie ben je? Hoi, ik ben Merlijn. Merlijn wie? Merlijn de T? Merlijn de Tovenaar? Nee, Bouwman. Bouwman. En Merlijn Bouwman heeft de Final Fantasy prijsvraag gewonnen. En dat is precies waar we nu zijn. Merlijn heb ik meegenomen naar Londen. Misschien had je de prijsvraag op Instagram gecheckt. Iemand namen we mee naar Londen om de game te spelen. Final Fantasy 15. Hebben we net gedaan. Ja, maar, achter dit gordijn. Ja, maar het ding is, ons werd verteld van jullie mogen er alles over zeggen, geen embargo's. Maar nu moesten wij toch, voordat we gingen spelen, eerst papieren tekenen, 1000 paparazzen. Boekdruk dat wij niet mochten vertellen over wat we van de game vonden. We mochten niet vertellen over hoe en wat. Eigenlijk mogen we nog niks zeggen vanaf 6 maart pas. 7 maart. Nou, oh, 7 maart. Nou, fuck it. Ik ga op 6 maart gewoon los en Merlijn ook bij deze. Heb ik dat bepaald? Wat we wel iets over mogen zeggen is dat wij ook van tevoren even een interview hebben mogen doen met Tabata-san, de man achter Final Fantasy. Daar mag je wel eventjes in 20 seconden even vertellen wat je van vond. Een geweldig interview, een hele aardige vent, dat voorop. En hij is heel erg gedreven om ook gewoon het heel leuk te maken voor iedereen. Moest natuurlijk wel met een tolk erbij, want wij spreken beide geen Japans. Maar te weinig Japans in dat opzicht. Zie. Meer dan konnichiwa of zie komen we niet. Maar het is fijn. Ja. Erg leuk. Heb je genoten, Merlijn? Ik heb ontzettend genoten. Wat rest ons nog vandaag? Terugvlucht? Ja. En we moeten opschieten ook. Taxi staat een half uur te wachten. Maar ik wou jullie dit niet onthouden. En morgen ben ik weer. Dan ga ik al jullie vragen ook beantwoorden. Check dan. Simon Says. En feliciteer Merlijn nog even met zijn prijsvraag. Thanks. Feliciteer. Roep zo maar naar jou. Doei.